Yo, de kijkers van DDG en welkom bij een nieuwe pack opening. We gaan vandaag weer op zoek naar Team of the Year spelers. De vorige keer hadden we een aantal packs geopend, gingen we op zoek naar Team of the Year verdedigers, maar daar hebben we er geen één van gevonden. En David heeft nog steeds die zware taak op mij gelegd en die zei: Raoul, ik wil God non de Ju een blauwe speler op DDG in een pack krijgen. Dus ik heb weer allemaal FIFA points klaarstaan waar packs mee gaan openen. Het zou super chill zijn als jij een blauw duimpje omhoog wil doen. Daar help je mij mee. En wil je meer pack openings zien en heb je die op DDG al gezien, dan staat er ook een link in de beschrijving naar een pack opening op mijn kanaal. En daar staan er nog meer. Dan kan je daar gewoon op abonneren. Dat is chill. We gaan op zoek dus naar Team of the Year Modric, Team of the Year Paul Pogba en Team of the Year Andres Iniesta. Ontzettend goede spelers. Voornamelijk Pogba is een speler die ik eigenlijk best graag in mijn club zou willen zien. En daarnaast zijn er ook een paar aantal leuke informs in deze Team of the Week van deze week. Op het moment dat ik dit opneem zijn de Team of the Year middenvelders dus nog in packs. Maar in het echt zijn de aanvallers er al. En dat komt omdat die vrij kort achter elkaar gereleased worden. En dat er dus ook even wat tijd tussen zit. Maar de Team of the Week ziet er super goed uit. Bill is een speler die echt ziek goede stats heeft. Maar is een zwart kaartje. Dat is nog prima. Maar als we hem pakken, dan ga ik niet om zeuren of zo. Maar het is geen blauwe speler. We zijn 100k packs. We gaan er aan het begin in openen. Dan openen we wat andere packs. En dan openen we een andere 100k pack aan het einde van deze video. Dus voor 35k packs en dat is een 100k packs. Misschien, weet je wat, we openen eerst een 100k pack. First pack brengt misschien wel geluk. De eerste 100k pack die ik open tijdens Team of the Year. Normaal vind ik ze zonde van mijn geld. Het is iets van €20. En nu is het Wayne Rooney. 86 speler. Dat is niet verkeerd. Maar daarna, dat is het. Dat is het. Het houdt op hierna. Oh, tenminste, Cahill, Morata. Rooney is werkelijk waar geen drol waard, of niet dan? En als ik alles discard, dan krijg ik het ook niet echt terug. Nou ja, dat is zonde. Het zit er natuurlijk dik in dat je je geld niet terugkrijgt. Voor de rest mag alles gediscard worden. En dan gaan we even wat andere packs openmaken. 35k packs, misschien brengen die wel geluk. We weten het allemaal niet. Trouwens, sorry als jij geen FIFA-fan bent en er nu allemaal FIFA-video's op DDG komen. Maar het zit namelijk zo. Ah, oh, niet. De verkeerde Kroatische middenvelder. Hij is heel goed, Rakitic. We hebben een Kroatische speler van Barcelona. Terwijl we eigenlijk of een middenvelder van Barcelona hadden willen zien. Of een Kroatische middenvelder van Real Madrid. We gaan weer gewoon over naar andere pakketten. Ik heb er heel veel geopend de laatste tijd. Ik heb 15k pakketten geopend. Ik heb 25k pakketten geopend. Ik heb 100k pakketten geopend. 35k pakketten geopend. Ik heb van alles gedaan. En geen één keer ben ik erachter gekomen wat voor soort pack nou eigenlijk gewoon het beste is. Daarnaast vraag ik heel vaak in mijn eigen video's of mensen nou alsjeblieft foto's naar mij willen sturen van spelers die zij hebben gepakt. Hey, Boateng, die is getransferd, die wil ik in mijn club hebben. Van spelers die zij uit packs hebben gezien. Heel veel mensen die volgen mij op Instagram, dat is @RaoulJoshua. En dan sturen ze mij in de DM, sturen ze daar spelers die ze zelf hebben gepakt. Vind ik altijd leuk om te zien. Ik vind het altijd tof dat op het moment dat ik mijn spelers niet krijg, dat anderen ze mensen dan mogen krijgen. Weet je wel, zo ben ik dan ook wel weer. Ik gun het iedereen in principe. Ik gun het mezelf natuurlijk ietsje meer, omdat ik dat gewoon super graag die blauwe wil. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is chill op het moment dat iemand hem krijgt. Je moet er niet jaloers op zijn. Je moet daar iemand in supporten. Want karma, jongens. Het draait allemaal om karma in het leven. Wijze lessen van Roelie. En non-rare packs met Roelie. We openen gewoon van alles. Openen een paar, oké? Okay? Misschien werkt dat. We krijgen nu Diarra eruit. Dat is bijna net zo scheid als diarree. Ha! Woordgrap. Leuke dingen. Bed not heus. Echt stomme grappen. Maar die doen het dus niet. Oké. Okay. We hebben dus 7500 coins packs gehad. Maar die doen we er niet. 15.000 coin packs. Kosten twee keer zoveel. Krijg je één extra rare speler eruit. Misschien krijgen we daar wat betere dingen uit. Centrale Mascherano, die hebben we ook al zo ontzettend vaak gepakt. En wat vervelend is, ik heb een eigen serie Poke FIFA. Daarmee heb ik Suarez en zijn informs. En dat is mijn Pokémon. Dan moet ik betere spelers proberen te packen of te vangen van andere tegenstanders. En daarin probeer ik dus al jarenlang Barcelona-spelers te packen. Maar dat lukt voor geen houtje touwtje. Ik pack alleen maar Premier League-spelers en Bundesliga-spelers en Serie A-spelers. Maar geen BBVA-spelers die dus daadwerkelijk met Suarez linken. En dan moet ik elke keer met allemaal andere manieren eromheen proberen te vinden. Oh, Sterling, die is chill. En die linkt met Rooney, die we net hebben gepackt. 15k packs gehad, Sterling eruit gekregen. Zijn al iets beter dan een 7,5k packs. Maar nog steeds niet overtuigend genoeg. 25k packs, daar hebben we er weer 10 van. Ik had er gisteren op mijn eigen kanaal namelijk 10 geopend. Dammit, Pirlo. Dat is echt een baas. Hij heeft een mooie baard. Hij heeft een baard waar ik gewoon nog een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Wat een swaggozer. 84 rated, dat is in ieder geval decent. Het is in ieder geval decent. Niet goed genoeg. Geen non-rare krul. Hou op. Wat heb ik hier aan? Snel,
uit mijn ogen. Oké, dit werkt dus ook niet. 25 capex zijn blijkbaar dus ook gewoon echt ontzettend shit. Daar heb je gewoon helemaal niks aan. De laatste die we gaan openen van deze packs. Nee. Bruma. Weer geen 80 rated speler. 35 capex. 25 capex. Niet aan beginnen. Zijn shit. Nog een 35 capex en nog een 100.000 capex. En hebben we een soort van packtest gehad. Wat zijn de beste packs om te openen? Dan kunnen we daar misschien een oordeel aan vormen. Matic, dat wist ik. Wederom een goede speler. Alleen niet een dure speler. Alibaba en de 7 balveroveraars. Dat was de laatste 35k pack. Wederom niks. En dan de laatste pack van deze pack opening. Het is een snelle, maar dat komt omdat we zoveel FIFA points eraan verpest hebben. 100k pack. Ik heb heel veel YouTubers gezien die hem hebben geopend. En gewoon helemaal niks eruit kregen. Die er echt 10 hebben geopend en uiteindelijk 100.000 coins terugkregen. Terwijl ze daar miljoenen aan hebben uitgegeven. Dit wordt onze tweede. Alsjeblieft, EA. Ik ga niet kijken. Wat is het? Nee. 82 rated. How is het mogelijk? Oh, company. Oké. Voor mijn gevoel heb ik Steven de Vrij ook echt al 1000 keer gepakt. We kunnen het discarden. We hebben nog steeds geen blauwe speler. David, het spijt me. Het spijt me dat jij mij vertrouwt, maar dat het niet goed gaat. Dat ik jouw vertrouwen niet waar kan maken. Maar ik beloof je. Weet je wat? Ik open nog een pack. Fuck dat. Ik open nog een pack. 100.000 coins. Ik doe het. Ik heb jullie geprankt. Jullie dachten allemaal dat ik weg zou gaan. Maar nee. Nee. Ieder Miranda. Oh, inform. Jee. Die is zeker helemaal niks waard. Maar we hebben in ieder geval een inform gehad. Yes. Uit een 100k pack. Item aanbieden. 10.000 coins. Sowieso. Ja. Oh, Aubameyang. Die zie ik nu pas. Ha. Blauwduimpjes super awesome zijn. Ga nu naar de link in de beschrijving. Dan kan je de volgende pack opening zien op mijn kanaal. Dan heb je gewoon nog meer pakketjes die van je geopend worden. Wij hebben bij lange na niet onze punten eruit gehaald. We hebben 10.000 punten uitgegeven. Dat is bijna 100 euro aan punten. En we hebben het niet gehaald. Ik heb 100 euro verpest. Wat ben ik aan het doen? Mensen, je wordt bedankt voor het kijken en ik check jullie allemaal bij de volgende aflevering van een pack opening. Ciao.